Wat is de kracht van Smit Kwekerij? Dat het een heel innovatief bedrijf is. We maken eigenlijk de plantjes ontwikkelen we zelf. Door middel van planthutting en veredeling. En daarmee hebben we echt een unieke positie in de markt. Ja, planthunt is het speuren naar nieuwe plantensoorten in de natuur. Soms kun je ook planten op beurzen, op locaties waar planten al verzameld zijn. Maar in de natuur is vooral een uitdaging om daar nieuwe plantensoorten weg te halen. Ja, je gaat gewoon letterlijk het oerwoud in en probeert daar nieuwe soorten te vinden. Op het moment dat jij met een stekje uit de Andesgebergte komt, wanneer is dat dan bijvoorbeeld in een tuincentrum te koop? Het kan soms heel snel gaan. Soms dan vind je een unieke plant die eigenlijk al bijna meteen marktklaar is. Dan duurt het misschien 2 jaar voordat je het uitgebouwd hebt, zodat je kunt produceren. En soms dan gebruik je de genen voor veredeling. Ja, dan gaan er jaren overheen voordat die genen uiteindelijk in een nieuw product zitten en dan de markt op gaan. Ja, wat heb jij hier de afgelopen 3 jaar gedaan? Op het moment dat het wat minder ging met het bedrijf, heb ik eigenlijk eerst terug naar de basis. Zorgen dat we keuzes maken voor welke producten we gaan. En dat verder geprofessionaliseerd en uitgebreid. En we zitten nu weer in de groeifase. Jullie zijn gegroeid van 3500 vierkante meter in het begin tot 150.000 vierkante meter nu. Wat is de succesfactor geweest de afgelopen 30 jaar? De kweektechniek is uitermate belangrijk. Dat betekent gewoon dat je een bepaald beeld voor ogen hebt hoe een plant eruit moet zien. Het moeten zeker ook sterke planten zijn. En dat uiteindelijke beeld van die plant, dat moet de consument dan ook waarderen. Dus die combinatie moet kloppen. Uiteindelijk zijn het de mensen die het doen. Ik denk dat Albert Smit, de oprichter van het bedrijf, degene is die de capaciteiten heeft en de kunde heeft om de juiste planten te zoeken en er eigenlijk een succes van te maken. En wat natuurlijk altijd heel leuk is als jij door een woonwijk heen rijdt en je ziet gewoon je eigen producten in de vensterbank staan en ziet dat mensen daar voor zorgen en dat mensen daar plezier aan hebben.